Ik ben Robbie. Hoi. Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex appeal de la policière. Nou, ik hoor dat je collega's al een date hebben gehad eigenlijk. Mm-hmm. Maar nog niet echt met een robot. Je hebt eigenlijk met mensen daarachter lopen daten. En wij gaan dat vandaag even wel wat anders aanpakken. Ik heb hier namelijk 3 dingen liggen. Die allemaal misschien een deel kunnen vervangen van het menselijk lichaam. Mm-hmm. Je hebt namelijk de stem, dus iets wat de hersenen prikkelt. Je hebt hier de Somnox. Mm-hmm. Ik ga je even uitleggen hoe dat werkt. Het is een kussen wat eigenlijk heel rustig ademt. En als je je handen hier neerlegt, dan kun je hem heel langzaam op en neer voelen gaan. Een Somnox die representeert de ademhaling van jouw partner. Misschien wil je hem even proberen. Als je hier je handen houdt, dan voel je misschien heel rustig ademen. Ik kan tegen je aandrukken misschien. Wat voor? Voel je het? Ja, ik voel het. Ja? Ja. Dus dat is hoe de Somnox dan werkt in dit experiment. En we hebben hier een Kissinger. Nou, moet je je voorstellen, wij zijn partners van elkaar. En jij zit hier. Mm-hmm. En ik zit misschien in Australië. Ja. Als ik dan met jou wil kussen, dan ga ik hier met mijn lippen tegenaan zitten en dan krijg jij die kus hierdoor. Dus dan kunnen we eigenlijk zo samen kunnen met elkaar kussen. Maar je kan hem ook gebruiken door hem op je wang te leggen. Dus als je het een beetje spannend vindt om echt met op elkaars lippen te kussen, dan is het misschien een kus op de wang veel leuker. Oké. Ja? Mm-hmm. Oké, dus ik ga je nu een kus geven op je wang. Ja? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké. Ik voel het wel, maar het is meer... Voelde je? Ja, ik voelde. Ja? Was hij goed? Ja hoor. Nou, dus zo gaat het dus straks. Dit is natuurlijk jouw crush. Die hebben we hier nu opgezet. Mm-hmm. Maar die is natuurlijk niet echt. Die is niet hier naartoe gekomen. Of we hebben niet een scan van zijn lippen kunnen maken. Zodat hij met jou kan kussen. Maar dit laat misschien wel zien hoe je in de toekomst je ideale partner kan creëren voor jezelf. Ja. Dus jij mag ervaren of je dat leuk vindt. Ja, oké. Ik vond wel de Somnox. Die vond ik het allerleukste. Want in principe is het een hele fijne knuffel om vast te houden. Het voelt echt een beetje alsof iemand naast je zit te ademen. En dat is heel erg rustgevend. Dus ik vond de Somnox wel heel erg leuk. De Kissinger wat minder. Het klinkt echt alsof een robotje kust of zoiets. Nou, ik ga deze meenemen. Die ga ik aansluiten aan het besturingssysteem. Oké. Dus dan kan je er straks lekker mee kussen. Ah, kijk er naar uit. Nou, heel veel plezier. Yeah.